Onlangs ontving ik een mail van de directeur van de TPF Student Action, een organisatie in de Verenigde Staten die strijdt voor het behoud van morele waarden op scholen. De mail hield een verzoek in om een petitie te ondertekenen om het oprichten van een Satansclub in een basisschool in Portland, Oregon, te verhinderen. De campus had namelijk toestemming gegeven voor de oprichting van die club en de activiteiten zouden starten op 19 oktober. De Satanic Temple, de organisatie achter de oprichting van dergelijke clubs, plant om in die streek nog meerdere clubs te openen. Er is sprake in totaal van 9 clubs. En het argument dat gebruikt wordt om ouders over de brug te trekken en kinderen te werven, is dat het om een religieus programma gaat. Maar in werkelijkheid stellen die clubs een heel jong en erg beïnvloedbaar kind bloot aan de ergst denkbare spirituele gevaren. Want wat vertelt de Satansclub aan kinderen tussen 4 en 12? God bestaat niet. Er bestaat geen eeuwige straf voor het kwade en geen beloning voor het goede. Er wordt onverschilligheid aangekweekt tegenover zonde en hel. Christelijke naastenliefde wordt systematisch vervangen door vriendelijkheid. En dan is er ook verzet tegen christelijke clubs in publieke scholen. Het doel is duidelijk: God uit de maatschappij bannen. Inderdaad, we leven in een tijd waarin satanisme doorbreekt in het publieke leven. En de maatschappij merkt dit ofwel niet op, of ze is zo laks geworden door een totaal gebrek aan kennis en inzicht, dat ze zich er niet tegen verzet. Integendeel, ze werkt nog mee aan de verspreiding ervan. Denk maar aan de promotie via alle mogelijke media van rock- en metalfestivals, van allerlei soorten parties, rave-parties bijvoorbeeld, waar drugs en alcohol in overvloed aanwezig zijn en gebruikt worden. Misschien heb je zelf ook wel foto's gezien van zomerfestivals met artiesten gekleed in zwarte gewaden met een zwarte mijter op het hoofd waarop een omgekeerd kruis te zien was. Wel, dan weet je genoeg. Maar wat is satanisme? Satanisme is een zeer verdeelde, sectarische beweging die ingaat tegen het christelijk geloof. En dat komt onder andere tot uiting in het veelvuldig gebruikte symbool, het omgekeerde kruis, en in de in vele variaties opkomende zwarte missen. In deze zwarte missen wordt meestal onder invloed van alcohol of drugs tot Satan of Lucifer gebeden, onder leiding van een hoge priester of een hoge priesteres. Daarbij wordt voorgelezen uit de Bijbel, die vaak omgekeerd wordt vastgehouden, of uit een van de in omloop zijnde Satansbijbels. In alle opzichten lijkt een zwarte mis op een op macabere wijze verdraaide katholieke mis. God wordt belachelijk gemaakt en gelasterd, Satan echter wordt als God aanbeden. Tijdens de rituelen dragen de hoge priester en de leden van de secte zwarte, soms ook witte of rode mantels met capuchons, die gebaseerd zijn op monnikspijen. Vaak worden ook de gezichten zwart gemaakt of verborgen onder maskers. Er worden zwarte, soms ook witte of rode kaarsen aangestoken, magische gezangen en dansen uitgevoerd of er wordt luide muziek gespeeld. De meest gebruikte locaties voor een zwarte mis zijn speciaal ingerichte kelders of schuren. Ook worden magische of eenzame plekken in de vrije natuur gebruikt, waar doorgaans een open vuur wordt aangestoken en een altaar in de vorm van een naakte vrouw wordt opgericht. In plaats van wijn wordt urine of bloed gedronken. En in plaats van hosties wordt er ontlasting, dieren- of mensenvlees gegeten. De missen vinden in de regel 's nachts plaats, vaak rond middernacht. En meestal vindt er als hoogtepunt van de zwarte mis een groepsorgie plaats, wat voor de slachtoffers neerkomt op een groepsverkrachting.
Niet in alle satanskulten worden offers gebracht, maar het vernederen en pijnigen van de leden en vaak ook van dieren gebeurt overal. Regelmatige seksuele mishandelingen horen ook tot het ritueel van deze groepen. Het moderne satanisme berust grotendeels op de filosofie van Nietzsche en op de werken van de Amerikaan Anton Sander LaVey, die de grootste moderne satanist was. LaVey stichtte de Kerk van Satan in de Walpurgisnacht van 30 april 1966. Hij schreef ook de Satansbijbel. Tegenwoordig kan wereldwijd geen enkele satanische beweging worden opgericht zonder toestemming van de Kerk van Satan. LaVey was de vriend van Lafayette Ron Hubbard, de stichter van de Scientology-kerk, en hij werkte als scenarist voor de film Rosemary's Baby, waarin hij trouwens de rol van Lucifer speelde. Een andere grote naam in de wereld van het satanisme is Aleister Crowley, grootmeester van de Ordo Templo Orientis en een vernieuwer van het esoterisme. Hij wordt ook het groot beest 666 genoemd. Hij spreekt op een zeer verontrustende manier over seksuele magie en over magische liefde. En zijn obscurantisme en zijn problemen met de politie omtrent verschillende zedenfeiten met jonge jongens hebben op een onbegrijpelijke manier een horde van navolgers aangetrokken, waaronder fascistische activisten en vrijmetselaars. Enkele uitspraken van Crowley. Doen wat je wilt, dat is heel de wet. Of bedrijf de liefde zoveel je maar wilt, wanneer, waar en met wie je wilt. Nog een andere uitspraak. Het pronken met onschuld is een leugen. Wees sterk, o mens, verlang, geniet van alle dingen en van de extase. Wees niet bang dat er een of andere god je zou veroordelen. Gij hebt de liefde. Ruk het hart van je moeder uit en spuw in het gezicht van je vader. Vertrappel onder je voeten de buik van je vrouw en mocht het kind aan haar borst de prooi worden van honden en aarschieren. En nog een laatste uitspraak. Hij zal een jong kind op een altaar doden en zijn bloed zal over het altaar lopen en een parfum van rozen verspreiden. De satanisten van vandaag hebben van hun voorgangers de smaak voor het duistere, voor het geheim, voor de rituelen overgenomen, maar ze hebben zich ook aan de huidige tijd aangepast. En dat is heel duidelijk te zien in sectaire groepen zoals de legioenen van Mitra, de zonen van het vuur, de cirkel van Licorne, l'Ordo Templo Orientis, de orde van de Gouden Draak, Azazel Instituut, de Luciferiaanse Filosofische Kerk en de Wicca. Er zouden in Frankrijk meer dan 40 satanistische bewegingen bestaan. Maar er bestaan ook kleine structuren die moeilijk te herkennen zijn. Hoe het in België precies gesteld is, is mij niet zo bekend. Maar in elk geval zijn de satanisten verbonden met bewegingen zoals pedofilie, extreemrechts nazisme, de wereld van de muziek en dan vooral de metal, allerhande duistere stromingen zoals gothic en de pornografie. Sinds de jaren 60 hebben groepen satanisten het dus ook gemunt op de muziekindustrie en dan voornamelijk op hard rock, punk, metal, gangsterrap. De Rolling Stones zongen al Sympathy for the Devil. AC/DC zongen over Highway to Hell. Bepaalde groepen gebruiken systematisch technieken om boodschappen die niet te horen zijn, maar wel opgepikt kunnen worden door het onderbewuste de wereld in te sturen. En het zijn boodschappen van het type bedrijf de liefde met de duivel, of het christendom zal verdwijnen, of Satan is God. Boodschappen die niet gesublimeerd zijn, zijn eveneens satanisch en zeggen ja aan Satan. Heb geen angst voor Satan. Ik verlang ernaar dat de Heer op zijn knieën gaat voor Satan. Dat zingt Led Zeppelin. Of kies,
Satan, dat is degene die je God is. Black Sabbath zingt: Jezus, gij zijt de slechterik. Neem het zegel dat van de antichrist, het 666. En AC/DC: ik dood de kinderen, ik houd ervan ze te zien sterven. Ik doe de moeders huilen, ik verpletter ze onder mijn auto. Je bent jong, maar je zult sterven. Ik breng je naar de hel, ik zal de klokken van de hel luiden. Natuurlijk zijn er groepen die enkel vanuit commercieel oogpunt willen provoceren en choqueren. Maar er zijn ook groepen waarvan de leiders openlijk hun pact met Satan bekennen. Het satanisme baseert zich op de fundamentele behoeftes van de mens. Het is een cultus aan Satan om een bepaald doel te bereiken en om de gunst van Satan te verwerven. Maar in ruil eist deze laatste een ontkenning van God, dat tot uitdrukking komt in allerlei godslasterlijke praktijken zoals de zwarte missen, een pact met de duivel. Het satanisme heeft principieel als doel het primitief en brutaal instinct van de mens te bevrijden. Het verheerlijkt alles wat in de christelijke cultuur zonde is. Elke mens is zijn eigen God, zeggen ze. Hij is vrij om te kiezen wat hij wil. Voor satanisten bestaan de hemel en de hel niet. Het zijn uitvindingen van het christendom. Het moderne satanisme is een voorstander van het invoeren van de wet van de sterkste voor het rechtssysteem. Men gaat niet uit van oog om oog, tand om tand, maar van wraak met een flinke toegevoegde rente. Zelfbehoud is de hoogste wet. Leven in het hier en nu. Hemel en hel op deze aarde en nergens anders. En de satanisten vieren ook feest. Welke zijn die satanische feesten? Wel, om te beginnen, het belangrijkste feest, je eigen verjaardag. Verder, de Walpurgisnacht op 30 april, Halloween op 31 oktober, de zonnewende van juni en december en de equinox van maart en september. En merk op dat die laatste feesten ook gevierd worden door de vrijmetselaars en de rozenkruisers.
Beste luisteraars, welkom terug in het tweede deel van ons programma Het Inzicht, dat vandaag gaat over het satanisme en het occultisme, ook in de loop van de geschiedenis. Wel, vermoedelijk zijn we allemaal overtuigd van het bestaan van het satanisme. Maar weinigen, denk ik, weten hoe groot de werkelijke impact ervan is op onze maatschappij. En daarom wil ik graag een gekend voorbeeld geven uit de recente geschiedenis, namelijk dat van de Holocaust. Heel wat bronnen die ik geraadpleegd heb, zijn overtuigd van het diabolisch karakter van de Holocaust. Onder hen de overleden Joods-katholieke kardinaal Jean-Marie Lustiger. In zijn boek Choosing God, Chosen by God, zegt hij daarover het volgende. Het nazisme heeft de notie van uitverkoren volk geperverteerd om een eigen diabolisch messianisme te creëren. Ze keken niet uit naar God, maar naar een toekomstige superman en dus naar een uitroeiing van de rest van de mensheid. Marthe Robin, een Franse mystica die in 1981 overleden is en die ondertussen door de kerk eerbiedwaardig verklaard is, heeft dan een van haar vertrouwelingen het volgende toevertrouwd en ze had deze informatie als een privé-openbaring ontvangen. Hitler zou een pact gesloten hebben met de duivel dat volgende clausule bevatte. Geef mij het Joodse volk, ik zal je macht geven. En dit pact zou 10 jaar stand gehouden hebben en zou op 8 december 1942 verbroken zijn door de toewijding van de mensheid aan het onbevlekt hart van Maria door Paus Pius XII. En historisch gezien was dit de eerste grote nederlaag van Hitler te Stalingrad. Ook de Italiaanse exorcist Don Gabriele Amort, die onlangs overleden is, verklaarde dat Hitler zonder twijfel toegewijd was aan Satan. Iemand die dit vraagstuk uitvoerig bestudeerd heeft en het ook in boekvorm beschreven heeft, is de voormalige Harvard Business University professor Roy Schumann, een Jood die een bijzondere bekering tot het katholiek geloof en de katholieke kerk heeft doorgemaakt. Zijn boek heet Salvation is from the Jews. Hij beschrijft daarin de rol van de Joden in de eerste komst van de Messias, maar ook hun rol in de wederkomst van Christus. En één hoofdstuk is volledig gewijd aan het vraagstuk van de demonische kant van de Holocaust. En daarover wil ik het nu graag hebben. De hele nazi-beweging was een expressie van occultisme en satanisme. Tussen haakjes, Roy Schumann legt er de nadruk op dat occultisme vaak een verwestering is van het hindoeïsme. Het nazisme had als doel de uitroeiing van de Joden en de vernietiging van het geloof en de kerk van de christenen. Het is heel belangrijk de spiritualiteit achter de geschiedenis te ontdekken. Het was niet Hitler tegen de Joden, maar wel Satan tegen Christus. Het was een spirituele oorlog, een geestelijke strijd. Trouwens, heel de geschiedenis draait rond die geestelijke strijd. Lees maar eens hoofdstuk 6, vers 12 van Paulus' brief aan de christenen van Efeze. Want onze strijd gaat niet tegen vlees en bloed, maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelen. Het kenmerk van satanisme is enerzijds het occultisme, anderzijds alle zonden tegen het zesde gebod. God heeft de mens als het ware als co-schepper van de zielen gemaakt om de hemel voor de eeuwigheid te bevolken. Natuurlijk maakt de duivel daarvan een diabolische kopie. Hij is de naaper. Bewegingen van de duivel zijn altijd theologisch. Nog onlangs werd bekend dat het boek Adolf Hitler, Sein Leben, Seine Reden, dat in 1923 verscheen met als auteur Victor von Körber, stiekem door Hitler zelf zou geschreven zijn.
Hij wou zichzelf opwerpen als nieuwe leider van Duitsland. Hij werd de verlosser van Duitsland genoemd en hij werd zelfs vergeleken met Jezus Christus. Het andere is dat de duivel de seksualiteit verdraait en verstoort. Hij gebruikt dit om de mens te verlagen, om zijn ziel te stelen en om God te beledigen. Drie stromingen kwamen samen in de climax van de Holocaust en ze kwamen als het ware rechtstreeks uit de hel. Dat is het satanisme en occultisme, de eugenetica en de seksuele perversiteit. De springplank voor het publiek optreden van Hitler was het Thule-gezelschap, waarvan de Bavarische tak in november 1918 door Adam Glauer, die zichzelf Rudolf von Sibotendorf noemde, gesticht werd. En dit Thule-gezelschap was een ariosofische en occulte organisatie. Het genootschap stond aan de wieg van de Deutsche Arbeiterpartij, de voorloper van Hitlers nationaal-socialistische Duitse Arbeiderspartij. Het Thule-gezelschap was geformeerd als een vrijmetselaarsloge. Hun embleem was het hakenkruis, de swastika. Dit Thule-gezelschap baseerde zich helemaal op de Atlantis-mythe. Je weet wel dat continent Atlantis dat verdwenen zou zijn op de bodem van de Atlantische Oceaan. De bewoners van Atlantis waren een superras. Ze bezaten superkrachten. Ze konden zich bijvoorbeeld door de lucht bewegen. Maar vooraleer Atlantis gezonken is, zouden de bewoners ervan naar Europa en Azië gevlucht zijn. Daar hebben ze zich vermengd met inferieure rassen en hebben zo hun superkrachten verloren. Maar de zuiverheid van hun bloed zou kunnen hersteld worden door selectieve voortplanting. Hierin herken je de oorsprong van de nazi-mythe van het superras. Deze gedachte komt dus rechtstreeks van die Atlantis-mythe die nog altijd onder ons is en sterk leeft in New Age. Nazisme had als doel inferieure rassen uit te roeien en selectief te gaan kweken om de bloedlijnen te zuiveren en om zo de superkrachten opnieuw te bekomen. Eugenetica dus. Hoofd van dat doelgezelschap was op een bepaald ogenblik de occultist Dietrich Eckart. Deze man voorspelde de spoedige komst van een Duitse messias die het Duitse volk zou bevrijden van de ketenen van het christendom en een nieuw tijdperk zou inluiden. Hij werd later zeer invloedrijk in Nazi-Duitsland. Hij claimde dat hij Hitler persoonlijk ingewijd heeft in het occultisme tijdens zijn bezoek aan hem in het Fort Landsdorf. In occulte milieus wordt inwijding beschouwd als een ritus waarbij hogere centra geopend worden en buitenzintuiglijke krachten worden verkregen. Maar in werkelijkheid gaat het bij inwijding om een overdracht van demonische entiteiten in een individu, entiteiten die een heel grote invloed hebben op de ingewijde. Eckart schreef kort voor zijn dood in 1923 aan een vriend: "Volg Hitler. Hij zal dansen, maar alleen op mijn melodie. Ik heb hem geïnitieerd in de geheime doctrine. Ik heb zijn centra geopend en ik heb hem de middelen gegeven om met de krachten te communiceren. Treur niet om mij, want ik heb de geschiedenis meer beïnvloed dan gelijk welke Duitser." Bij tenminste één gelegenheid heeft Hitler hem zijn Johannes de Doper genoemd. En de laatste woorden van zijn boek Mein Kampf zijn opgedragen aan, ik citeer, "die man die door woorden, gedachten en uiteindelijk door daden zijn leven gegeven heeft voor het ontwaken van onze natie Dietrich Eckart." Door zijn inwijding heeft Hitler de krachten van de hel ontvangen. Trouwens, Hitler pleegde zelfmoord in de Walpurgisnacht 30 april 1945
een hoogfeest van de satanisten. Moeten er nog meer bewijzen zijn? Het Derde Rijk was doordrenkt met occultisme. De SS was een occult broederschap dat de nieuwe mythologie van het Derde Rijk helemaal geïntegreerd had. Kandidaten moesten niet alleen bewijzen dat zij zuiver Arisch bloed hadden, en dit tot 3 generaties terug, maar ze moesten ook beantwoorden aan het physisch-arisch model van lichaamslengte, kleur en uitzicht. Om mee te werken aan het programma moesten zij zoveel mogelijk kinderen op de wereld zetten, niet alleen bij hun eigen vrouw, maar ook bij andere vrouwen. Om aan die bijkomende vrouwen te komen, bedacht Himmler, hoofd van de SS, het Lebensborn-programma. Daarvoor werden jonge vrouwen die beantwoordden aan de verlangde Arische karakteristieken gerecruiteerd. Ze werden ondergebracht in speciale huizen die geconfiskeerd waren van de Joden. En daar zouden ze kinderen baren met SS-mannen. Het werd als een eer beschouwd om aan dit programma te mogen deelnemen. 60% van de kandidaten werden immers verworpen. En dit programma heeft geresulteerd in de illegale geboorte van 6000 kinderen. Zij die tot de SS wilden toetreden, werden geïnitieerd. En daaruit blijkt het occulte karakter van de SS. Himmler zelf geloofde in reïncarnatie en karma. Zijn spiritualiteit was gebaseerd op het Hindoeïsme, zoals trouwens vaak in New Age. En hij had altijd zijn Bhagavad Gita, de Hindoe-geschriften bij zich. Hij dacht dat hij een reïncarnatie was van een 10e-eeuwse Duitse koning, Heinrich de I, van wie hij zogezegd instructies kreeg. Himmler liet het gebeente van Heinrich de I opgraven en plaatste ze in de crypte van een kathedraal, waar hij elk jaar op de verjaardag van diens dood om middernacht een ritueel uitvoerde. Himmler beoefende de populaire New Age-praktijk van visualisatie in een poging om de wil van anderen tot de zijne om te buigen. Hij liet in Berlijn een instituut oprichten om een studie te maken voor het aanwenden van occulte krachten in dienst van de oorlog. En het ging dan om zwarte magie, mediums, pendelaars en astrologen. Hij heeft aan dit soort van onderzoek astronomische bedragen gespendeerd.
Beste luisteraars, ik wil nog even terugkomen op de eugenetica van het Derde Rijk. Er werden 400.000 mensen geforceerd gesteriliseerd. En bij de geboorte van een kind moesten de dokter en de verpleegster een lijst afvinken om te beslissen of een kind mocht blijven leven of niet. Op die manier werden 250.000 kinderen gedood die een of ander gebrek of een tekortkoming hadden. Er was een voortdurende samenwerking tussen het eugenetica-plan van Hitler en het geboortecontroleplan van de Amerikaanse Margaret Sanger. Margaret Sanger was de stichteres van Planned Parenthood. Zij beschreef zowat 5 miljoen afwijkingen. Ze beschreef ook een plan voor de wereldvrede dat een pleidooi was voor concentratiekampen. En haar plan was ook bedoeld voor katholieken. Ze zouden de keuze krijgen om ofwel gesteriliseerd te worden of om voor de rest van hun leven afgezonderd te worden in werkkampen, zodat ze niet in staat zouden zijn om kinderen op de wereld te zetten. Een van de boardmembers van Margaret Sanger schreef in 1920 een boek dat de basis geworden is van het eugenetica-programma van Hitler. Er zijn dus ontelbare voorbeelden. Ja, je kunt er niet onderuit, maar satanisme zat helemaal ingebed in het Derde Rijk. En die stroom van satanisme is dezelfde stroom die tot op vandaag doorheen de New Age trekt. De moeder van de hedendaagse New Age is de Russische immigrante Helena Blavatsky, die aan de wieg staat van de theosofie. Hitlers occultisme kwam rechtstreeks van Blavatsky. Zij is de bron van de leringen over superieure rassen. Volgens Blavatsky is de god van het judaïsme, Yahweh, niet meer dan een fallisch symbool dat door de Joden is uitgevonden om de grote groep van onwetende Joden te bedriegen. En hier zie je alweer het typisch gnostisch onderscheid tussen kenners en niet-kenners, tussen ingewijden en niet-ingewijden. De swastika was het embleem van het theosofisch gezelschap. Het was ook het persoonlijk embleem van Blavatsky en het staat op de kaft van haar geheime doctrine. Tragisch genoeg is de theosofie van Madame Blavatsky nog altijd levend onder ons, zowel in zijn originele vorm als in de enorme invloed ervan doorheen de New Age-beweging. Beste luisteraars, ik kan niet anders dan ook de seksuele ontaardingen in het Derde Rijk te schetsen. Ik vertelde trouwens al dat seksuele ontaarding en perversiteit een kenmerk is van satanisme. De onderhuidse bedoeling van die perversiteiten was natuurlijk om de moraal van de betrokkenen naar beneden te halen, om hen te corrumperen en te bederven, totdat ze in staat zouden zijn tot die brutaliteiten en bestialiteiten die er voor en tijdens de oorlog gepleegd zijn. Het is niet verwonderlijk dat waar de antithese van het christendom, dat staat voor seksuele zuiverheid, op het toneel verschijnt, het streven naar eigen seksueel genot in toenemende mate en perversiteit teruggevonden wordt. Ik vertelde al hoe het intellectueel fundament van het Derde Rijk nauw verbonden was met eugenetica en met de geboortecontrolebeweging van Margaret Sanger. Geboortecontrole, dit betekent seksueel genot scheiden van de voortplanting. Kampioene was Margaret Sanger. Ze was uitermate promiscu. Ze genoot met volle teugen van het plezier van het vlees en ze was voorstandster van het open huwelijk. De stichters en leiders van de Hitlerjugend waren heel open over hun homoseksualiteit en over de geschiktheid ervan voor hun leden. Homoseksualiteit werd openlijk omarmd in die mate dat een prominente Duitse krant, de Rheinische Zeitung, de ouders waarschuwde om hun zonen te beschermen tegen een fysieke voorbereiding, zeg maar initiatie, in de homoseksualiteit in de organisatie. Een zekere Baldur von Sirach
werd gearresteerd wegens seksuele perversiteiten, maar hij werd door tussenkomst van Hitler vrijgelaten, die hem kort daarna tot leider van de Hitlerjugend aanstelde. In 1934 rapporteerde de Gestapo meer dan 40 gevallen van pederastie in één enkele groep van de Hitlerjugend. En wat is pederastie? Een erotische relatie tussen een volwassen man en een opgroeiende jongen, een adolescent. Pederastische relaties tussen jongens en hun groepsleiders waren het prototype voor het principe van de Führer. Verantwoordelijken waren alle zonder uitzondering homoseksueel. Inderdaad, een kandidaat die niet homoseksueel was, maakte geen kans. Hitler zelf was zonder twijfel een seksuele pervert. Hij werkte al als een homoseksuele prostituee in Wenen van 1907 tot 1912 en in München van 1912 tot 1914. Benito Mussolino refereerde naar Hitler als die vreselijke seksuele pervert. Ook de concentratiekampen zelf waren niet vrij van seksuele uitspattingen. En de occulte groep die uitgroeide tot het nazisme leed aan dezelfde kwaal. Of Madame Blavatsky zelf actief lesbisch was, is nog altijd in discussie. Maar de tweede man in opvolging in de theosofische beweging in Engeland, Charles Leadbeater, had voortdurende problemen met het gerecht vanwege zijn pederastie. In elk geval, de rol die seksuele perversie en andere uitspattingen speelden in het nazisme en in alle stromingen die er naartoe geleid hebben, maken de diep antichristelijke impuls erachter duidelijk. Het is onmogelijk over de Holocaust te lezen zonder steeds opnieuw aangegrepen te worden door de ontelbare indicaties van diabolische inspiraties voor datgene wat er gebeurd is. Denk maar aan de buitengewone vreedheid van de nazi's, aan de filosofie van hun leiders, aan hun expliciete haat tegen God en tegen godsdienst, aan de vastberadenheid waarmee ze zowel het christendom als het jodendom wilden uitroeien, aan hun openlijke omarming van heidendom en occultisme, aan hun seksuele perversiteit en aan hun occulte en satanische praktijken. Beste luisteraars, de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust liggen ondertussen al meer dan 70 jaar achter ons. Maar betekent dat dat wij verlost zijn van al die invloeden? Absoluut niet. Wij zien bijna dagelijks uitingen van occultisme en satanisme rondom ons en onze maatschappij. Hoeveel mensen lopen niet naar waarzeggers, naar alternatieve genezers, beoefenen yoga en allerhande vormen van Oosterse meditatie, zijn bezig met occulte praktijken of worden ingewijd in vrijmetselarij en in allerhande duistere secten, alsof ze Jezus Christus nooit gekend hebben. De gevolgen zijn legio, algemene seksuele ontaarding. Mensen zijn totaal verward omtrent hun geaardheid. En hier wordt het op de hoogste politieke en maatschappelijke niveaus op ingegaan met allerlei plannen, wetten en programma's. Ook uitingen van moderne eugenetica worden publiek. Onlangs berichten de media nog over een baby die geboren is met DNA van 3 mensen. Een jonge Amerikaanse wetenschapster haalde dan weer de pers met een nieuw procedé van zogenaamd mitochondriale donatie, wat niets anders is dan een veredelde term om een techniek te beschrijven die erfelijke eigenschappen van levende wezens kan herschrijven. En dan zwijg ik ook nog over de ontelbare terroristische aanvallen en wreedheden die ook ons eigen land meer en meer bedreigen. Wat kunnen en moeten wij doen? Het is heel belangrijk een duidelijke keuze voor ons geloof en voor Jezus Christus te maken en die dagelijks te vernieuwen. Ook moeten we komaf maken met alles wat de Heer mishaagt, dus ook resoluut kiezen om te stoppen met alles wat naar New Age ruikt. En treden in de voetsporen van Jezus. Eenvoudig christen zijn
en ons laten voeden en ons laten genezen door de sacramenten. Beste luisteraars, ik wil graag eindigen met een kort gebed. Heer, heb medelijden met al diegenen die verloren lopen door vergissing en zonde. Bevrijd ons van de duisternis van de kennis, van de duisternis van ons hart en onze wil. Zonder u blijven we rondtolen in het duister. Gij alleen zijt het ware licht dat diegenen verlicht die uw gelaat zoekt. Doe ons door de genade van de Heilige Geest overgaan van de duisternis van deze wereld naar uw licht dat geen einde kent. Door Christus onze Heer. Amen. Beste luisteraar, als u nog vragen hebt, dan kunt u mailen naar het inzicht@radiomaria.be of telefoneren naar 016 41 47 47. Everything I want.